Dierenarts Merel maakte zelf mee dat ze een veulen zonder moeder in de stal had. Dat motiveerde haar om de pleegmerrie in het leven te roepen. Ja, ik vond dat heel erg. Dat is gewoon echt heel zielig. Dat veulentje had gewoon, was alleen 3 weken, echt nog een baby. En die staat dan alleen in het stal. En ja, die was echt aan het rouwen. Dat was echt heel erg zielig. Was pleegmerrie Sanne er toen maar geweest? Ze heeft al 4 keer voor een veulentje gezorgd. Ook nu is ze weer klaargestoomd om mama te zijn voor een veulen zonder moeder. Sanne heeft medicijnen gekregen en denkt dat ze drachtig is, zwanger dus. Hier komt volle bak melk. En ze geven vol melk. Vlak voordat het veulentje zonder moeder naar Duizel komt, gaan ze bij Sanne een nepbevalling opwekken. Ze krijgt een prik, een injectie, zodat ze echt weeën krijgt. Ze gaat zweten. Heel haar lichaam wordt voorbereid op een bevalling. Ze krijgt echt weeën. En dan denkt ze echt dat het haar veulen is, dat ze echt de veulen op de wereld gezet heeft. Na een paar dagen gaan Sanne en het veulentje een half jaar bij de eigenaar wonen. Daarna is het veulen oud genoeg om zich bij een kudde te voegen en gaat Sanne weer terug naar Duizel. De eigenaren van veulens hebben zo hun eigen redenen om hun veulen een moeder te gunnen. Vaak zijn het ook wel veulens die heel veel emotionele waarde hebben. Het breekt je hart als er zo'n moedeloos veulen zielig alleen in de stal staat. Of die veulens zijn dusdanig waardevol dat het gewoon van belang is dat ze goed opgroeien, zodat ze voor veel geld verkocht kunnen worden. Het duurste veulen wat bij ons is geweest is verkocht voor 35.000 euro. Het is voor de veulens van groot belang dat ze door een merrie grootgebracht worden. Het gedrag wat die paarden nu laten zien, hè, dat knuffelen samen, en dat is echt sociaal gedrag voor paarden. Dat is heel belangrijk dat een paard dit leert. Veel veulens zonder moeder worden met de fles grootgebracht, maar dat geeft later problemen. Of ze worden zelf heel agressief naar andere paarden, dus ze timmeren er echt op los in de kudde. Of ze weten niet wanneer ze aan de kant moeten gaan staan en ze worden echt in elkaar getimmerd door de rest van de kudde. Dus we zien heel vaak gedragsproblemen bij dat soort jonge paarden in de kudde. Duizel is de enige plek in Nederland waar ze meerdere pleegmerries op deze manier aanbieden. Vorig jaar hebben zo 33 veulens een mama gekregen.